Zijn we al aan het filmen? We zijn aan het filmen. Haha, hey mensen. Goedemorgen. En top dat jullie weer kijken. Het is best wel koud. Hè? We kunnen alweer wolkjes blazen. En volgens mij moest je al ramen krabben vanochtend, hè? Ja. Man. Wat jij de laatste dingetje aan het doen hieraan? Dirk is nog even de spanners aan het vastlassen. Ik ben ondertussen een spulletje aan het pakken bij de Indiekluis. Kijk wat we hebben gehad. Woehoe. Ja, een heel vat met hydrauliekolie, hè? Ja, dat is goede zaak. Alleen, er past geen vatpomp op met dit ding, want dan moet er daar helemaal een topje. Maar, eigenlijk des te beter. Ik had het zeg maar zo bedacht, dan staat de Bobcat er ook al bij. Zo. Kijken. Ja, zo gaan we dat doen. Deze daar zo. Hoppatee. Ja, dat komt goed zo. Hou je mond maar open en ga er maar onder staan. Ja. Ja, oma. Zo is goed. Ja, een klein beetje naar achter. Oh. Ja. Ja, dit is feest hoor. Dit is een frietje. Dit is een frituurpan. Zo. Ah, dit gaat een stuk makkelijker denk ik hè. Oh, kijk dan. Ja, dat is goed hè. Woehoehoe! We moeten de bovenste dopje even doorprikken wel, denk ik. Oh-oh. Dat is niet oh-oh, maar dan moet die lucht langs zuigen, want anders gaat hij gloep, 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 gloep. En dan gaat alles zo overal, zeg maar. Dat wil ook niet. Dat is zo. Ik denk dat dat sowieso al gaat gebeuren. Nee, jongen. Natuurlijk. Nee, dat is een kraantje. Ik kan hem gewoon heel nauwkeurig opendraaien als het goed is. Oh wel. Het is niet dat je in één keer vloep. Ja, de vorige keer was het wel in één keer vloep. Ja, maar toen hadden we dat kraantje, zeg maar. Ja, niet goed opengedraaid. Zo. Kijk. Hey, ik pak er wel even de trechter erbij nog. Even het aanzuigfilter terug erop zetten, want dat hadden we namelijk eraf gehaald. Omdat we dan het laatste uit de tank er ook uit konden zuigen in de hoop om toch nog te kunnen rijden. Oké. Nou. Oh, dat vind ik niet handig. Even eerst een poetslap hebben, man. Even een poetslap ergens, denk ik. Ja. Dat kun je voor je pakken. Als je wilt. Maar ik zie niks. Maar nu wel. Hoezo niet? Je hebt een automatisch ding met de kap op, man. Ja, maar hij slaapt de hele tijd. Ik denk dat ik even moet krabben, want hij is verloren. Hij is roze. Hier. Ja, yeah, dank u. Oh, krijgen we nou een lichtelijke aanrijding? Kijk nou, ja, maar ik moet even deze. Oh, laat dat eens even zien. Kijk eens. Hoppatee. Oh joh. Wat schattig. Nou, dat werkt toch wel goed. Ik vond die kraantjes niet zo handig, maar op deze manier is het wel. Zo werkt het wel goed, hè? Ja, tof dat de tijd stilstaat. Zie je het? De tijd stilstaat. Ja. Hij is bevroren, denk ik, Jolie. Het is gewoon een ijspegel geworden. Zou dat kunnen? Olie bevriezen. Ja, in theorie kun je eigenlijk alles bevriezen, maar volgens mij, ik weet niet hoe koud het dan moet zijn hoor. Het wordt wel steeds dikker op een gegeven moment, hè? Op een gegeven moment dan bevriezen het vast. Ja, dat alles. Dan zeggen dat is met mensen ook zo. Ja, die worden ook steeds dikker. Ja, dat is toch zo. Het gaat niet zo snel.
Hey, als je aan de kant gaat, dan kan ik lassen. Ja, dat kun je gerust doen. Dat duurt nog wel even, denk ik. Kijk, hoeft er niet eens tussen, joh. Nee, daar had ik op gemikt eigenlijk. Ja. Oké. Oké, als die dadelijk vast zit, dan... Hoppa. Ja, we hebben olie op het pijlglas, hoor. Oh ja, nou, er mag nog wel iets meer in dan. Ja, hij staat al in de trechter, hè? Ik zeg, laat het zo. Ja? Ja, het is goed zo. Dadelijk dapt hij het er weer uit, hè, ja, weet je nog? Ja, dan kunnen we alles oprapen, ja. Het filter staat nu wel onder, denk ik. Ja, dat hoeft niet eens per se, hè? Hij zakt gewoon in het filter. Oh. Zo, dat ging goed zo. Hoppatee. Klop. Zo, dat is weer netjes dicht. Zullen we die rups even omtrekken? Ja, doen we dat nog? Ja, dan. Oké. Okay. Ja, dit ziet er goed uit. Die is strak. Oké, dan die achter. Eén tandje nog, maar dat doet hij makkelijk. Ja. Ik moet hem even zo. Ja? Even kijken. Ja, dat was hem. Oké. Huppatee. Nou, dit ziet er goed, goed uit. Goed, hè? Panel door. Oh, hier moet een ring bij. Even kijken naar welke kant. Ja, hier zo moet hij tussen. Er ligt nog een ring achter. Hier ligt ook een ring, maar ik moet er nog één hebben. Ja. Oh, oh, oh. Ja, zo, en dan kunnen we een beetje ertussen kloppen. Zo. Oh, dat is hem. Ja, hoi. Wel, everything together. Nou, ah, dat is goed zo. Ja, dat kunnen we dus op spanning zetten dadelijk aan de achterkant ook. Goed dan. Zo. Hey. Is klaar. Zullen we over die boomstammen gaan rijden? Yeah! Of over de Clio? Nee! Hey! We hebben een bezoeker! Ja! Dit is Niels! Ja! En jij hebt moeten minor doen voor school, toch? Klopt, inderdaad. Een persoonlijke adviesopdracht. En ik heb Emiel gecontacteerd. En ik mag hier dus mooi aan de nieuwe bovenloopkraan gaan werken. Ja, zeker! Ik was al bezig om het ding in te tekenen. En Niels die gaat ons daarbij bij helpen. Die gaat het ding verder inmeten en dan designen. Een klein beetje kijken. Regelgeving. Zo en, is het. Kijken of die binnen kan. Ja, super. Ja, want dat wordt nog even een puzzeltje natuurlijk. Want ja, we moeten met de hijshoogte moeten wel zodanig uitkomen dat het motorblok in de tank past. Hè? Dus ja, ik zou zeggen, daar ligt het. Succes! Ja, goed, dankjewel. Nee, gekheid. Als ik ergens mee kan bijdragen en straks met uittekenen, dan help ik ook wel mee natuurlijk. Ja. En dan... Fijn. Het is een puzzeltje. Ja, het ligt nou een beetje blad te vangen. Dat is... Ja. Het gaat in ieder geval niet vastzitten als rupschakels. Ik denk ook niet dat het zomaar wegroest. Nee. We moeten best wel wat onderdelen aanpassen en zo. En dan straks als dat gebeurd is, dan moeten we overal eens een keer overheen kwasten nog een keer. En dan zetten we de boel in elkaar. Ja. En we staan even te kijken. Want we hebben hier natuurlijk de tank en dit is de hoogte. Zo hoog moet het motorblok worden opgetild voordat hij erin kan. We hebben even zitten kijken bij de hijsbalk en de takel. Want we willen natuurlijk het motorblok straks met de kraan hierin kunnen leggen. Alleen, ja, we hebben hier een plafond. En dat is een beetje een belemmering. Dus een beetje de vraag of we dat al gaan halen. Want eigenlijk willen we de kraan wel onder het plafond kunnen maken. Maar misschien dat hij dan niet hoog genoeg kan om het motorblok in de tank te hijsen. Dus ja, dan gaan we er niet aan ontkomen dat het ook weer het plafond eruit moet. Het moet er hoe dan ook een keer uit, maar dan moet het iets sneller geregeld worden, denk ik. Ik heb zitten kijken, Dirk, maar ik denk dat het echt krap wordt, hoor. Ja, wat dan? Krap, maar als je kunt kijken, dit is al zo hoog, hè?
zo. Ja, maar ja, wacht dan, pak een rolmaat erbij dan. Oké, okay, dan pakken we laten we het gewoon maar gelijk meten, dan weten we het al meteen. Heb je een rolmaat? Ja, zeker. Er ligt er in de kantine ligt een hele sheet van 10 meter. Ja. Is het al 1 meter. Gaan we het precies doen of gaan we het ruim doen? Laten we het maar precies doen dan. Oh, nou, dan is het 1,45. Maar. We kunnen de haak natuurlijk hier gelijk aan klikken. Hier aan die leiding. Ja, ja precies. Nou ja, flauwekul. Maar we hebben hier het motorblok, daar moeten we dus in. We gaan dan maken een hijsframepje dat de haak al echt heel kort hierbij kan. Ja, dan moeten we deze hoogte helemaal hebben. Hè. Het laagste punt van de motor. Hou maar daar. Ja, dat zou ik zou pakken een beetje spelen zo. Even kijken, want dan zeg ik dat de haak zit vast op 110 dan. Dat 110, dus 1,45 plus 110 is 2,55. Denk het goed? Ja. Nou, dan denk ik dat we het al, dan denk ik dat we al aan uit zijn dat we het niet halen. Hier hebben we dit. Ja, we gaan dit even meten. Oh, pas op dat je hier op je mijl gaat. Hij is wel in nou, hè? Dus dan zeg 90 dan. 2,55 plus 90 is 3,45. Ja. Plus dan de balk nog, die is... Ja, en hoe hoog is dit? Ja, dit is volgens mij lager. 3,45. Laten we die balk dan nog meten. 3,65. 3,65. Ja, dan zit dan moet je bijna 4 meter hoog zijn, dat is mooi. Nee, dit is niet alles. Nou, dat weet ik niet, dat is 2 keer jou. Dat zou best kunnen hoor. Ja, ik denk het wel. Ja, makkelijk. Wat een aapje. Ja, want jij past wel 2 keer boven elkaar hierin. Ja. Dus dat redden we denk ik. We moeten wel langer hebben alleen. Ja, of ik ga hierop staan. Ik heb hem eraan. Hij plakt vast als het is, toch? Auw. Hier dan. Nee, dat, ja, die is het laatste punt, hè. Hier wordt een pan. Oeh. Oh. Ja, je bent er al denk ik nu. Ja, dat mag je willen. Nou, zou ik het zeggen? Ja. Uit 360. Ja, dat is precies goed. Ja, dat is precies goed, maar als de tank op rupsbanden staat dadelijk... Dan staat hij nog niet. Dan is hij een tikje hoog. Ja, maar dan is hij ook zwaarder. Dus dan... Ja, tot je de motor eruit tilt, dan wordt hij lichter. Het zal een fijne rolmaat zo in vast moet plakken. Dat is wel... Ja, maar heb jij de ding van het ding meegerekend? Ja, kijk maar. Ik kan maar hier kijken, hè. Hier, joh. Hij ja, 360 is hij wel, zie je dat? Ja, hier is hij 57. Nee, je moet zo kijken, hè? Ja, maar die paar centimeter verschil maakt niet meer, hoor. Ja, dit hij is sowieso 360. 360, ook. Ik heb een beetje veiligheid ingebouwd. Ja. Dus? Ja, dat zou kunnen. Theoretisch gezien. Ja. Hij zou het echt net kunnen halen. Dat ligt aan hoe dicht hij... Misschien dat die kraan nog iets hoger kan. En misschien dat die... we kunnen hem nog iets korter opspannen. Dan, ja, dan... Dus het kan wel. Nou ja, dat is mogelijk, hè. We kunnen alleen niet over de hatch heen. Met een motorblok. Ja. Ah, daar kom je wel overheen, maar... Spannende operatie. Het zou net passen. Huh. Ja. Ja, dan moeten we misschien gewoon op ontwerpen dat hij wel zo binnen kan. En dan kunnen we ondertussen nog verzinnen als we nou toch in één keer iets bedenken om het plafond eruit te halen. Ja, maar weet je wat ik dus aan zat te denken? Nou. Wat wil je liever? Dat je hoger kan? Of dat je echt van het ene uiterste tot het andere uiterste kan? Het is wel makkelijk als je echt bij de deur iets op kan pakken en gelijk hierheen kan. Dus dat je niet echt zeg maar eerst 2 meter de werkplaats in moet voordat je... Even kijken wat de takel zelf en de hijsbalk. Hoe hoog was de takel? Ja, 90 volgens mij. Ja, 90. Plus 20, dus we kunnen op 1,10 onder het dak kunnen we dan hijsen. Dus de haak kan wel hier komen, hè? Ja, dat is best wel hoog, hè? Dus dat is al best wel oké eigenlijk, toch? Ja, maar die haak kan volgens mij nog verder in ook. Als je die veiligheid een beetje anders... Ja, volgens mij kan hij nog iets verder. Dat, hij heeft nog een beetje ketting over daar, zeg maar. En misschien kunnen we hem iets korter ook op de ding hangen. Hij zit volgens mij best wel met een grote haak zit hij van dat ding af. Oh, een loopkat. Dan daar nog. Ja, als we hem daar iets dichter, als we hem zeg maar 10 centimeter daar kleiner kunnen maken. Ben je dat scheelt, ja. Je wint wel een boel hoogte bij natuurlijk. We hebben het allemaal berekend en in theorie zou het eigenlijk net moeten kunnen. Dat hadden we net volgens mij ook al gezegd. Ja, dan zou 10 centimeter houden over dan. Dus dat moet voldoende zijn. We hebben eigenlijk 5 centimeter tekort.
Want nee. Het was 3,65 en het ding is 3,60. Was 3,65 opgeteld? Ja. Dus ik we hebben 5 centimeter. Dan hebben we te weinig, maar dan gaan we het niet redden, denk ik hoor. Ja, hij kan iets hoger op de takel. Ja, maar dat is 5 centimeter. Ja. Oké, okay, nou ja, maar goed. Het idee achter het hele uitrekenen was eigenlijk even kijken of dat misschien wel zou kunnen. Ja. Want als we al zagen dat het helemaal niet kon, ja, dan konden we al meteen vergeten om dat op die manier te doen. Precies. Ja. Dus ik denk de boel tekenen, modelleren, even kijken hoe hoog we dan echt kunnen. En dan kijken of het inderdaad voldoende is. Hij doet het weer, de zelfbouwtank. Dus dat hopen we. Ja, als het goed is. Dus we hebben even zitten kijken, want hij was dus stuk gegaan toen we daar over die boomstam probeerden te rijden. 2 keer, hè? Ja, nou, de kar is kapot, dus we kunnen niet de tank meer naar dezelfde boomstam toebrengen. Maar we hebben hier ook boomstammen. Kijk dan, een hele berg daar. En we hebben hier ook een hoop met takken nog, kijk dan. Dus dan kunnen we daar ook eens voorzichtig tegen aanrijden. We waren net al even aan het kijken, want we moeten wel even goed in de gaten houden. Want er zit maar geen volledige bodemplaat in natuurlijk. Dus we moeten echt rustig oprijden, want het kan natuurlijk zijn dat er takken naar binnen komen. Dus dan moeten we wel gewoon... Maar ja, als je heel met beleid erop rijdt, dan kan er niets gebeuren. Dat moet goed komen. Oké, laten we het ding starten. Doen we! We gaan hem erbij pakken. Hij moet alleen nog een stuk langer gloeien. Het is echt koud, hè? Ja. Dat staat hier ook. Je moet hem echt lang gloeien. Je moet je kijken. Als het 0 graden is, dan moet je hem gewoon 60 tot 90 seconden gloeien, hè? Dat is keilang. Dat is een minuut, hè? Ja. Het is nu ook best wel 0 graden, denk ik. Ja. Ja, inderdaad. Van 0 tot 5 graden moet je hem dus ook naast. Het is gewoon 40 tot 60 seconden gloeien. Dat scheelt alles, hè? De gloeien, dat is... Laten we proberen. Ja, dit is wel tof. Hier ligt een steen, moet even weg. Hey! Spannend. Gaan we hem starten? Ja, probeer maar. Is het voor mij een oorkap ook? Ja, die ligt op de rupsband. Oh, hier zo, ja. Ja, ik kan ook langs de buitenkant meelopen, dat is misschien nog beter zelfs. Dat is beter, denk ik. Contact heeft aangestaan vannacht. Misschien een beetje gloeien? Nee, vergeet het maar, denk ik. Dat de accu leeg is. Zeker weten. Ja, het contact heeft aangestaan vannacht. Gisteren met stilzetten hier is het contact niet uitgezet. Dan moeten we... Andere accu erin zetten. Dat kan ook. Waar ik van hou. Weet je, kan je die accupol erop zetten daar ergens? Oké. Okay. Is dat wel de plus? Hey, je zit er maar half op. Ja. Wat doe je? Oh, er ligt een gereedschap op. Dat moet er wel af, anders zijn we daar kwijt. Dat gaat niet met dit tempo. Hey, ik denk dat je gewoon die accu toch moet wisselen, hoe vervelend het ook is. Bah. Ja, Erik. Je hebt hem zelf aan laten staan. Oh man. Wie wil even een beetje aan die kabel? Misschien gaat hij dan ineens wel doen. Ik kan er niet echt bij, hè? Want je hier. Probeer eens. Nee. Oké, accu eruit. Ja. Nu aan. Ja, zet hem nou op. Gaat groeien hoor. Ja. Dus waarschijnlijk 1 keer en dan moet hij het gewoon doen. Oh. Ja, die accu, deze accupol zit er ook gewoon lurp op. Daar komt gewoon stoom vanaf. Hier, dit. Jij kan maar niet bij, of wel, bij die accupol? Ja, net zo goed als jou. Kijk! Dat gaat beter. Hij start een beetje vroegtijdig, hè, net. Ja, inderdaad. Ik hoorde al een beetje een ontsteking ergens.
Ja, dat lijkt het dan toch op. Gek. Dat is weer onze koppelingstuk daar. Dat is jammer. Ja zeg. Hij deed het wel even goed. Ja, hij ging best wel goed hè. Die rupsen ging als een trein. Ja. Maar nu heeft hij dus te veel druk op de buiten weer dan. Bah. Wat een top allemaal zeg. We gaan even een filter eraf halen hier, de bovenste filter. En dan gaan we eens even kijken of dat die filters dicht zitten, want het is toch wel vreemd. De koppeling tussen onze oliepomp en de tandwielkast is weer al kapot gegaan. Dat duidt er wel op dat hij veel te veel druk opbouwt. Hij moet eigenlijk veel makkelijker rond kunnen pompen. Dus we gaan die eraf halen, gaan we even kijken of dat de filter verstopt zit. En als dat nou zo blijkt te zijn, dan kunnen we die onderste ook losgooien misschien. Maar we beginnen eerst maar eens even met die bovenste. Daar komt niet zoveel olie uit. Daar zit namelijk een terugslagklepje ook. Die voorkomt dat de olie uit de tank terugstroomt. Nou, hopelijk is dat het euvel. Dan kunnen we die filters eventjes opmeten. En dan bestellen we andere. Hebben we morgen nieuwe. Die erop zetten. En dan hopen we dat het opgelost is. Maar ja, het moet nou wel gewoon in orde zijn. Want als ze hem nou straks weer binnenzetten, dan moeten we wel zorgen dat als we hem vorige keer ergens voor nodig hebben, dat we hem gewoon kunnen pakken dat hij rijdt. Want dit is natuurlijk niks zo. Misschien ga ik maar schouw even een druppellader hier aankoppelen om hem even te laten opladen ook dit ding. Zo, antiek. Dit is, we gaan hem opblazen. Lijkt me leuk, hé. Dus die andere filter is anders. Zo, dat komt echt rood met wit uit. Ik heb in de gaten houden dat hij wel helemaal eronder staat. Hè. Hier zo. Ja, ik zie het al. Dat is een filter. Ja, dat is een filter, ja, dat zie ik ook wel. Maar is hij nou verstopt? Hoop eens op, joh. Watch out! Zet hem daar op zijn kop even in, dan loopt hij leeg. Maar hij was nog wel aardig leeg, man. Er kan toch stiekem nog een likje uit. Tja. Hij heeft een bypass. Wat ik zei, hè? Zie je dat? Ja. Ja. Volgens mij wel. Kijk maar. Als je daarin kijkt, zie je een veertje. Ja. Er zit inderdaad wat in, ja. Dat is volgens mij de bypass. Dus als het filter verstopt zit, dan loopt hij via de bypass. Ja, dat klopt. Maar daar is wel druk voor nodig. Ja, maar niet zoveel, denk ik. Nou, die slang is ook niet sterk, hè? Ja, oké. Okay. We kunnen dit even doorspoelen in de dieselbak, dan weten we. Laten we dat sowieso maar eens even doen dan. Ja. Dan kunnen we zien of die spoelt. Dan, ja. Ja, we zijn even. Tenminste, Dirk is even hout aan het klieven. Ah. En ik heb zojuist even Indy gebeld. Want we hadden een andere filter nodig. Ja, we weten nog steeds niet zeker of dat is. Maar we hadden hem net even in de dieselspoelbak gedaan. Doorgespoeld. En dat liep niet echt goed door. Dus het lijkt wel op dat filter toch enigszins verstopt zit. En zo'n filter dat kost ook niet heel de wereld. Dus ik heb even met filter in de hand gebeld naar Indy. En aan de hand van het type wat erop stond, hadden ze eigenlijk zo, wisten wij zo te vertellen welk filter we moesten hebben. Heb gecontroleerd, maten ernaast gehouden en dat was hem gewoon zeker weten. Dus morgen hebben wij het nieuwe filter in de kluis liggen als het goed is. Kunnen we die erop zetten? Zetten we even een nieuw slangetje erop. En dan proberen we over die stapel boomstammen te rijden als je het doet. Hè? Het zijn de hele tijd je boomstammen weer, hè? Het zijn die boomstammen! Dirk is er zo boos op. Je staat allemaal in de daar! Hier! Dat is leuk, hoor. Zo is het. Die boomstammen. Ze krijgen er van langs. Jongen! Hoppa! Daar! Die pot! Krijgen ze wel klein die boomstam, hè? Ja, maar die kruiwagen is ook te klein. Ah ja, dat is goed man, we hebben genoeg hout. Nou, er liggen ook nog stammen daar die er niet in de kachel passen, hè? Die moeten ook nog een keer lopen. Ja, deze passen er ook niet in, hoor. Nee, die moet je, dat is een mooie deze, met veel van die ogen. Kijk aan. Oeh! Dus laten we maar de midden, hoor. Hoppa! Ja, lekker hoor. Dat kan je goed, hoor. Jij dat is leuk werk, hè? Bas. Nee, hoor. Bas wil ook een keer zijn kracht showen.
En dadelijk hakt hij in zijn scheen of zo. Oh ja, dat verwacht je met mij, hè? Ja, ja mogelijk. Het zou zomaar kunnen. Hij wil niet echt letten. We gaan zo eerst even boterhammetje eten dan, hè? Oh ja, dat gingen we doen. Zo is het. Oh man. Ja, Sascha komt dadelijk langs, hè? Om ideeën te bespreken over de tankfilm. Misschien is je er al wel. Het is echt een taaie dit, hoor. Wil jij zeggen dat die boomstam sterker is dan jij? Moet je maar eens opletten. Hoog, ja. Ja, inderdaad. Ja, nee, dit... Lijkt er wel op. Het is echt... Dit is echt een sterk, hoor. Nou joh. Ja, joh, laat mij dat maar eens doen. Nee, nou heb ik hem bijna door en dan wil jij het doen, hè? Ja, ik zie het bijna door. Jongen. Eén klap, jongen, één klap. Oké. Je geeft geen gas, jongen. Nog steeds niet, hè? Dat is nou. Gewoon echt een taaie beer, hoor. Ja, kun je me zeggen dat hij... Hij is al half gekloofd, man. Zet hem eens andersom, zet hem eens andersom. Aan die kant, ja. Nou, sla hem maar de midden. Yeah, dat zei ik toch. Gelijk de volgende balk ook doormidden. Hoppa, ja. Hey. Daar zijn we weer. Ja, we hebben even overleg gehad inderdaad. En ja, we zitten nu ook te wachten op onderdelen voor de zelfbouwtank. En we hebben natuurlijk hier nog rupsbanden liggen die nog uit elkaar moesten. Dus we gaan daar even mee verder nu. Van, hè? Ja, ik vind het leuk aan deze kant staan. Yeah. Ik snap het ook wel waarom je dat zo leuk vindt. Ja, lekker relaxed, jongen. Ja, gewoon heel de tijd. Ja, met die andere rupsen waren de rollen omgedraaid. Dus wat ik hier de hele tijd te hameren. Ja.
is zo. Ik loop de hele tijd de stap ernaast. Ik wil hem alweer aan het controletje gaan doen. Ja, dat duurt een half uur af, dat ik jou. Ja. Dirk rijdt het voorraad de Tunie aan, bovenop de gras en 20. Met de voor. Even kijken hoor. Ja, we zijn nog niet helemaal klaar met deze rupsband. Wij gaan nog even door dadelijk. Maar je moet al beginnen aan de edit, hè Bas. Ja, maar we moeten dit nog. En dan nog. En dan het stukje wat daar in die WD-40 bak gelegen heeft. Ja, dat is natuurlijk. Die kunnen we misschien wel eruit rammelen zonder heetje stoken. Laten we dat niet doen, maar dat zou misschien kunnen. Ja, toch? Oké, okay, ik zoek even de reacties erbij, want die moeten we even lezen natuurlijk. De reacties van gisteren. Ja, dat klopt. Even kijken hoor. Hier is hij. Dat zijn de reacties op vlog nummer 139. Hoe gaan we de zelfbouwtank repareren? Dat is een goede vraag. Dat weten we nog steeds niet, want hij is nog niet gerepareerd. Hè? Wat een naar dingetje is het, hè? Man. Dat zegt Nick Papenborg. Hoi Milo, laat die deuk eens zien in je auto. Kon hem niet zien in het donker. Oh. Laat die eens zien in het licht als je wilt. Oh, moet even omlopen. Laten we de eerste rest doen en dan... Of doen lopend de rest, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Ja, we laten het best zo. Oké, okay. Gaat dat? Ja hoor. Niet struikelen, hè. Even kijken. Michael de Jager. Oh ja, dit vind ik een goeie. Deze reactie die zag ik namelijk een aantal keer voorbij komen. Die zegt, en wat nu als die kabel zou knappen, als je achteruit rijdt met Bobcat? Dan zegt hij, ik denk dat je in het positiefste geval je voortanden kwijt zou zijn. Ja, dat was toen die tank daar eraf ging slepen van de kar. Nou, moeten we wel zeggen, we moesten die tank vastzetten met spanbanden voor we de lier eraf halen. Want anders rolde die uit zichzelf er al af. En die kabel was een staalkabel van een duim dik. Dus die kabel die zou sowieso niet breken. En er komt ook nog bij dat Bobcat de bak redelijk hoog was. Dus als je dan echt heel hard moet trekken, dan gaat het niet. Want dan kiep je gewoon de Bobcat voor over. Dus de kabel breken, dat zou echt niet gebeuren. In dat geval. De reden om achteruit te trekken met de Bobcat is omdat hij aan de voorkant een aantal plekken hebt waar je een kabel kan vastmaken. Maar aan de achterkant niet. Dus ja, dat was de reden erachter. Ja, verder moet je natuurlijk opletten inderdaad met op spanning staande kabels en zo. Eigenlijk moet je niet in het verlengde van een kabel staan. Vooral wat ik vaak zie bij terreinrijden is dat ze een lier hebben. En dat ze vervolgens, dat ze dan de lier gebruiken om met een andere auto dat vastgereden voertuig eruit te trekken, zeg maar. Dus eigenlijk de lier als sleepkabel gebruiken. Dat moet je natuurlijk helemaal niet doen. Maar zo'n kabel die kan nogal hard aankomen, ja. Even zien. Dan hebben we nog... Matrosoft. Oh. Jullie moeten echt de grote tank eens schoonmaken. Anders gaat die laag stof van het slijpen in de mooie nieuwe lak roesten. En dat zou jammer zijn. Dat kan serieus wel, hè? Dat is allemaal zijn metaaldeeltjes. Dus ja, dat klopt. Roesten en dat gaat dan in de lak. Dat is zo. Dat stof, daar komt erin. Ja, dat klopt. Ja, dat is. Maar het is daar binnen, het staat droog. Het is wel een tank, hè? Dus op zich, maar hij mag er wel rauw uitzien als hij straks klaar is. Dat is niet zo erg. Ja, de deuk in de Toyota, dat is dit, hè? Ja, het lijkt niet zo erg als we reden dus achteruit een heuveltje op en raakten ze met deze hoek een boom. Ja, hier zie je ook het reflectortje zo naar binnen en dit. Dus dat lijkt mee te vallen, maar het is wel erg, hè? Want kijk, hier is hij namelijk ook gewoon geknikt. Dus deze hoek van die laadbak die is eigenlijk zo naar binnen gegaan. Hier is hij geknikt en de klep die kan ook niet meer open. Die zit eigenlijk hier geklemd of zo. Dus dan moeten we nog een keer recht trekken. Maar goed, daar is een werkauto voor.
Ja, je kookt nou eenmaal, ja, het is wel jammer, maar ja, je kookt geen pick-up om een beetje dikke meneer uit te hangen. Je koopt gewoon een pick-up om mee te werken en deuken in te rijden. Daar zijn ze nou eenmaal voor. En anders, dan ben je een watje. Oh, zo. Dat zijn wel heftige uitspraken. Dat is duidelijk. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die een pick-up hebben omdat ze het gewoon cool vinden, hoor. Ja, maar waarom koop je dan een pick-up? Waarom koop je dan een Bobcat? Kan je beter een Clio kopen. Om daarmee in een bos te schuiven en zo. Nee, een pick-up is gewoon om te werken. Het is jammer dat er deuk in gereden zit, maar ja, goed. Ja, dat is het. Deze pick-up is inderdaad om mee te werken. Dat is het. Oké, maar dat was het dan, hè? Oh, daar zijn we al! Of niet? Ja, toch? Ja, ik denk het wel. Ja, moest je iets zeggen? Nee, hè? Ja, dus als je nou een pick-up hebt, die veel te hard blinkt, draag er een keer mee door de zandbaan. Je kan dat sowieso een keer vies maken, natuurlijk. Zo is het! En gooi een boel zooi in de laadbak, want daarom zit er nou eenmaal een laadbak op. Ja, en rij een keer achteruit tegen een boom. Ja, dat gebeurt dan toch vanzelf wel een keer. Ja, dat gaat vanzelf. Nee, ja. Oké. Ja, dat is echt waar. Ik had op een gegeven moment de K30, die had ik ook te kopen. Toen kwamen ook mensen kwamen die kopen en die stonden, die begonnen me allemaal af te kraken. Die zeiden, joh, hier zit een deukje en we moeten hem helemaal restaureren en we willen dit en dat. En die moesten allemaal van de prijs afpraten en zo. En op een gegeven moment, ik had er zo eens bij staan kijken. Ik zei, ja, weet je wat? Dat is een pick-up, dat is gewoon om door de zandbaan te rijden af en toe. Dat is gewoon om mee te werken. Die hoort er nou eenmaal zo uit te zien. Jij moet geen pick-up kopen. Je moet gewoon een mooie sedan kopen of zo. Gewoon een Amerikaanse wagen. Maar geen Chevrolet K30. Want dat is gewoon een grote beren, meneer. En dat is gewoon om mee de zandbaan te rijden. En daar was hij het mee eens, ging hij ook doen daarna. Flex weggestuurd. En niet aan hun verkocht. Oh. Dat is echt. Dus. Ja, dat is wel heftig. Nou ja, dat is niet heftig. Heeft hij daarna een sedan gekocht of dat weet je niet? Geen idee, misschien wel. Misschien kijkt hij in onze video's nou wel. Dan zegt hij, ja, oh dat klopt, ik was toen daar even kijken voor die K30 en toen werden we weggestuurd. Bij je akelige meneer. Een misselijk ventje. Ja, maar ja, dus, kom nou. Ik bedoel, waarom ga je als je toch... Anders hoef je geen pick-up toch? Zo is het. Ja. Oké, dus nou ja. Dat deuken we wel uit. We moeten achter gewoon een hek maken dat we tegen bomen aan kunnen rijden zonder de deuk in komen. En er moet ook gewoon een lier achterop komen. Ja, dat we niet een half uur met de kettingtaag. Ja. Dat wordt nog een mooi projectje. Ik denk dat we die pick-up nog een keer serieus onderhandelen. Maar we hebben ook nemen. Nog een golf. Zo. Projecten genoeg. Hey, genoeg gekletst. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze vlog en tot de volgende.